Dit is misschien een naar plaatje van een dwangarbeid aan de Birma-spoorlijn. En dat gebruik ik even als plaatje om als introductie op die paragraaf 4, waarin duidelijk wordt hoe hard Polycrates voor de mensen is die overwint. Want nou ja, goed, hij laat ze gewoon van alles en nog wat aanleggen. In dit geval niet een spoorlijn, maar iets anders. En daar kom ik zo aan het einde van deze screencast op. Gewoon enigszins teleurgesteld dat men het allemaal zo saai vindt wat ik zeg. Maar noodzakelijk, ja. Ja, wat dat betreft lijkt het net een beetje Windows. Hè? Wil je het hebben? Nee, maar je hebt het nodig blijkbaar. Oké, ik ga daar verder niet over zeuren. Ik ga even kijken naar de werkwoordsvormen in deze tekst. En dan valt me op dat ik hier twee keer een vorm heb van een thematische aoristus. En daar ga ik dan ook in deze screencast grammaticaal even kort op in. Want dat augment hier, dat herken je inmiddels wel. Dat zat in die vorige screencast. En dat is bij dat heile precies hetzelfde. Want hier is de stam eigenlijk hel. Maar dat is een van die thematische aoristen die er hierin zit. Want je hebt hier elabe en laboon en heile. Nou, elabe komt van lambano. Lambano betekent nemen of pakken. Dat betekent haireo overigens ook. Nemen of grijpen, staat hier dan. En die hebben allebei een thematische aoristus, namelijk bij Aereo Heilon en bij Lambano Elabon. Nou, wat wil dat nou zeggen, zo'n thematische aoristus voor de vorm? Nou, eigenlijk wil zo'n thematische aoristus alleen maar zeggen dat je de vormen overneemt van het imperfectum. En het verschilt van het imperfectum door de stam. Dus als ik bijvoorbeeld hier lambano heb, van grijpen, ik maak dan imperfectum van, dan is dat elambanon, elamban s, elamban e, elamban omen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want lamban is de stam in het presens. Maar in de aoristus is dat werkwoord zeg maar sterk en dan wordt de stam niet lamban, maar de stam wordt dan lap. Maar de uitgangen zijn weer hetzelfde. Dus ik herken het aan het feit dat die stam veranderd is. Nou, dat zijn er een stuk of, voor mij, 40 of 30 die je moet kennen voor het eindexamen. Vroeger waren dat er 132 of zoiets dergelijks. Maar dat zijn dan ook wel heel werkwoorden die redelijk vaak voorkomen. Dus hier ook elabon komt vaak voor. De uitgangen zijn dus exact hetzelfde, alleen de stam is anders. Dan krijg je bij dat elabe zo meteen ook. Ik begin even bij dat efin van Femi, want hij zei. En dan krijg je daar een infinitivus bij. Hij zei aan zijn vriend of aan de vriend meer plezier te zullen doen, meer te zullen behagen. Wanneer hij wat doet? Nou, terwijl hij apodidus, terwijl hij teruggeeft, terwijl hij teruggaf, zo je wil, ta elabe, wat hij afgepakt had. Hij zei dat hij een vriend meer plezier deed wanneer hij teruggaf wat hij afgepakt had, dan dat hij sowieso al helemaal niets gepakt had. Nadat hij helemaal niet eens iets gepakt had. Dus met andere woorden, ik kan beter mensen iets afpakken, dan kan ik het daarna naar teruggeven en dan zijn ze blij en dan roepen ze joepie joepie, dan dat ik helemaal niets afpak. Want dan kan ik ze ook geen plezier meer doen. Het is, is een typisch gevalletje Griekse logica. Maar goed, even onthouden, malon e. Dus meer dan dat ei is soms lastig. Nou, en dan kom ik bij dat arai rijke. Hij had ingenomen, dat is een plusquamperfectum. Sugnas is het accusativus die daarbij hoort. Vele, te ton nesoon, vele van de eilanden had hij dus ingenomen. En ook polla astea,
En ook vele steden, Kaites Epeiru, ook van het vasteland. Dus het vele eilanden had hij al ingenomen, en ook vele steden van het vasteland. Dan dat Pola en dat Astia staat ver uit elkaar, dat noem je dan een Hyperbaton. Maar nu komt die, die zin met die... met die dwangarbeid. En daar krijg je dus ook die heile in, die thematische Auristus. Hier in Oryxan is dan weer een sigmatische Auristus. Komt weer in een andere screencast, dat ik dat apart nog uitleg. Nou, ik begin met heilen. En daaronder, heilen, greep hij, dus dat was inderdaad van Hario, ook de Lesbius, de Lesbiers, de mensen van het eiland Lesbos. Nu heb ik twee keer een participie, namelijk boeteontas en kratesas. Nou, dat boeteontas is een accusativus, dat hoort bij dat lesbius. En dat kratesas is een nominativus, dat hoort bij hem, bij hij. Nou, eerst maar is dat boetentas, de lesbiers, terwijl zij met het hele leger, dat is dat pantstratiotai, met het hele leger... de Milesiërs te hulp kwamen. Nou, dat speelt zich allemaal af aan de westkust van Turkije. Milete ligt namelijk aan de westkust van Turkije. En Lesbos is zo'n eiland dat daar vlak tegen die westkust aan ligt. En, terwijl zij met het hele leger de Milesiërs te hulp kwamen. En nu pak je dat Kratesas bij hem. Dit komt van Krateo, dat sigma alpha als Auristus kenmerk en een sigma erachter voor het participium. En er staat geen augment, dus ik weet dat het participium moet zijn. Nadat hij overwonnen had, nadat hij hen dus overwonnen had, nou maak jij met een zeeslag. En nu krijg je dat hoi. En het is inderdaad gemeen dat sommige mensen gaan dit vertalen als een hoofdzin, dan vertalen ze dat zij, maar dit is een bijzin en dan is dit een relatievum, die dus gegraven hebben, en hier dus wel met een augment, sigma, alpha en uitgang, dus heb ik een Auristus, die dedemenoi, die geboeid iets gegraven hebben, nou, wat ze gegraven hebben staat in de accusativus, dat is dat ten tafron. Dan zie je aan dat tafron, wat van tafros komt, een kracht. Omdat ten, dat het een vrouwelijk woord is. Dus een woord op os dat toevallig vrouwelijk is. Dus die geboeid de gehele kracht. En dat is ook de reden waarom pasan vrouwelijk is. Zo'n paspasapan. En dat past zich aan dit vrouwelijke tafron. De gehele kracht... geboeid gegraven hebben. Nou, in welke gracht is dat? Dan krijg je peritotijgros. De gracht rondom de muur. En welke muur? De muur en Samos op Samos. Dus rondom de muur op Samos. Dat had hier moeten staan. Het staat er niet en ik weet dat de volgende dia leeg is, dus hier is iets weggevallen door een of andere crash in mijn programma of iets dergelijks. Nou, het zal niet in mijn programma zijn, het zal een crash zijn geweest in een Microsoft product, een zuigend Microsoft product, mag je wel weten. Dus die geboeid, de gehele gracht rondom de muur op Samos, hè, want Samos is een eiland, geboeid gegraven hebben. Nou, dat bij elkaar hoort, dat zie ik aan dat lidwoord to tijgos, de muur, dat staat er letterlijk, rond de muur, de op Samos. Dus dit hoort als geheel bij elkaar. En dan ga ik binnenkort verder met paragraafje, met hoofdstuk 40 uit dit boek.